collega's Annabeth Korteweg van de provincie Zeeland en Wilco Baas van gemeente Drimmelen. Die hebben wij allebei via Zoom ingebeld, uiteraard, op dit moment. En daar gaan we het gesprek mee voortzetten over werkplaatsen. Ja, en wij gaan het gesprek over werkplaatsen vervolgen met Wilco van de gemeente Drimmelen. Wilco Baas is projectleider van de DSO-keten. En Wilco, de eerste vraag aan jou. Ik las in de doelstelling van de werkplaats dat jullie de DSO-keten doorlopen. Wat is dat nou? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wij DSO-keten doorlopen. Wij hebben samen met een aantal andere gemeenten, ieder afzonderlijk, maar georganiseerd door de VNG. Wat we in de keten hebben getest is of die zaken samenwerken. Dus kun je een omgevingsplan dupliceren? Kun je vervolgens een toepasbare regel daaraan vasthangen en heeft dat effect op de aanvraag. En kun je iets onthullen hoe het gelopen is? Ben je er nog mee bezig of zijn jullie al helemaal klaar ermee? Wij hebben de keten is afgerond. Het was een drietal weken. We hebben dat in een drietal iteraties gedaan. Met een simpele aanvraag, gewoon een dakpelletje, een kapplan of een kap van een boom. En dat hebben we vervolgens ingediend en we kijken of dat binnenkomt. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Het ging heel goed met onze software en onze softwareleveranciers. Ja, en het klinkt als een soort van pressure cooker, hè? Dus dat je heel snel heel veel dingen probeert om ervaringen op te doen. Heeft het jullie echt een sprong vooruit gebracht? Ja, dat zeker wel. We zijn heel dankbaar dat we met VNG mee kunnen doen, dat we er ook ja tegen hebben gezegd. Leveranciers die staan allemaal voor je klaar eigenlijk, dus heb je iets nodig, ze zitten of bij je in de meeting die je in het begin van de week bijvoorbeeld hebt, of ze reageren de dag dan op de dag daarna, dus je hebt gelijk reactie als iets niet lukt. En dan kun je ook gewoon echt testen en doen en dan ga je ook zien wat er binnenkomt en hoe het binnenkomt en hoe je het niet binnen wil hebben. Daar kun je dan op acteren. Dus je kunt al heel veel leren door het nu te doen. En ja, het is in 3 weken tijd is het heel veel, maar daarna ga je gewoon door en ga je verder met testen. En ga je zeker ook verder met de DSO en vervolgens hun informatie teruggeven van nou, dit werkt nog niet, dit kan nog niet goed, dit missen we nog, hoe kunnen we dit mooi oppakken? Zodat je dadelijk een mooi product krijgt voor de burger waar we het uiteindelijk voor doen. Annabeth, ben jij nog in de lucht? Ja. Hi, vanuit provincie Zeeland. Welkom, digitaal stelsel, omgevingswet, projectleider ben je in Zeeland. En ook jullie hebben een werkplaats gedaan, een interbestuurlijke werkplaats, begreep ik. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wij zijn 2 werkplaatsen eigenlijk gestart en wij zitten er eigenlijk nog in. Terwijl Drimmelen eigenlijk voor een groot deel al klaar is, zijn wij als provincie waar te leren en het door daadwerkelijk te doen. Gaan wij dus in de praktijk zien hoe we kunnen komen tot samenwerkingsafspraken. Dat is een mijlpaal geweest in de roadmap 2022. Dat is natuurlijk nog steeds, maar die stond op 1 januari jongstleden. En om die vlot te trekken hebben we gevraagd of de werkplaats ons erin kan ondersteunen. Ja, bekende mijlpaal inderdaad voor mij, die samenwerkingsafspraken. En jullie hebben er echt geprobeerd om daar dus nu handen en voeten aan te gaan geven. Samen met, wie zijn voor jullie de regionale partners? We hebben onder andere te maken met 13 gemeenten, 1 waterschap Scheldestromen, de regionale uitvoeringsdienst, de RUT, de Rijkswaterstaat. Maar wij werken ook samen met de GGD, met de veiligheidsregio, met Zeeuws Archief. Dus we hebben een breed spectrum aan ketenpartners met wie we samenwerken. En dat doen wij in Zeeland onder de noemer samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland. Dat is eigenlijk een heel groot regulier overleg waar projectleiders en programmamanagers samenkomen in het kader van de Omgevingswet. Dan ben je met zoveel organisaties, heb je het plan om met elkaar te gaan starten. Maar hoe start je? Wat is je eerste stap? Ja, we willen graag heel klein beginnen, want dat is denk ik het meest praktische. Je bent met zo'n grote club mensen en met zoveel bevoegde gezagen dat je rond de tafel zit. Dus we hebben besloten om een klein mini-omgevingsplannetje te laten maken door de werkplaats. En daaromheen eigenlijk vanuit klein gezien steeds een stapje extra te maken. Dus dan weer een beleidsveld erbij, dan weer een bevoegd gezag erbij en om zo verder uit te bouwen. Dus we beginnen de casus klein en vervolgens breiden we het langzamer uit, zodat we voor lieverlee ook leren hoe het steeds complexer, zeg maar, aangevlogen kan worden. Zo'n vraagstuk. Mooi. Mooi, een beetje opbouwen. Niet gelijk alles in beetje één keer. Opbouwen. Ja, hartstikke goed. Wat ik me afvroeg is, wat zijn de belangrijkste lessen die je geleerd hebt uit deze werkplaats? Wat hou je eraan over?
Nou, ik heb nog niet echt heel veel geleerde lessen, omdat we er eigenlijk nog middenin zitten. Dus dat is natuurlijk ook dat we misschien op een later tijdstip nog eens een keer terug kunnen pakken naar Zeeland om dat te kunnen delen. Ja, maar leuk. Wat we nu zien is dat wij in ieder geval wel al tegen een aantal dingen aanlopen. En dat is zo dat het kennisniveau in de regio verschilt heel erg. Dus je wil eigenlijk iedereen gelijke vlieghoogte brengen als het gaat om de kennis die ze moeten hebben aangaande de hele keten doorlopen. We hebben ook gezien dat je met verschillende vakdisciplines te maken krijgt. Je VTH, je hebt het DSO, ook iedereen redeneert vanuit zijn eigen vakdiscipline op zo'n casus. Dus daar heb je het gesprek over te voeren. En je hebt ook natuurlijk het verschil in tempo. Want de ene organisatie heeft zijn software allemaal op orde en heeft de nodige trainingen al gevolgd, terwijl de andere daar nog net in een aanbestedingstraject bezig is. Ja. Dus je wil eigenlijk ook dat zeg maar een beetje gelijk trekken. Wil je de hele keten kunnen doorlopen en kunnen beproeven? Ja, heb je de regio daarin mee te nemen. En zo zie je dat je dus op verschillende momenten eigenlijk elkaar treft in het proces. Ja, dus inspireert dat de mensen die wat nog wat achterlopen ook? Denken die dan over, ja dit moeten we toch zeker doen nu? Zeker, zeker. Ja. En door het gesprek te voeren en aan de hand van een casus en een voorbeeld te werken in zo'n werkplaats gaat dat ook leven. En dat is het voordeel wat je dan hebt met werkplaatsen. Het gaat leven, je gaat het daadwerkelijk doen en je gaat het ervaren. En zo kom je uiteindelijk tot de nodige producten die je nodig hebt in het kader van de omgevingswet. Ja. Zoals dus inderdaad de besluit omtrent een omgevingsverordening. Ja, het klinkt als echt interbestuurlijk samenwerken. Hè? Nooit heeft iedereen hetzelfde perspectief of hetzelfde tempo of dezelfde ambities. Dus, en ik denk dat je dit ook alleen maar kan doen door het gewoon te gaan doen. Ik ben echt razend nieuwsgierig of we een keer de resultaten terug kunnen horen als je klaar bent. Want je zegt, ik heb eigenlijk nog niet veel geleerd, maar volgens mij heb je al heel veel geleerd. Dat hoor ik al uit terug. Ja. Maar misschien leuk inderdaad als we je nog een keer terug kunnen hebben, ook als de resultaten er zijn. Want een mooi experiment volgens mij. Ja, en wat, laatste vraag. Wat is jouw persoonlijke favoriete stukje? Wat vind je het allerleukste hiervan? Ik vind het leukst om te werken aan iets nieuws. En dat zijn met name die toepasbare regels. Die zijn nieuw. Ja. Dat is ook een interbestuurlijke samenwerking. En om daar elkaar te treffen en verschillende beleidsvelden samen te brengen, dat is echt een uitdaging. Ja, het is een prachtige mogelijkheid om vanuit diverse organisaties zo'n vragenboom feitelijk voor te schotelen aan de initiatiefnemer. Hè? Maar ja, dan moet je wel met elkaar afstemmen van hoe doen we dat dan? Om geen vragen dubbel te stellen of je en u door elkaar, dat soort zaken kan ik me indenken. Heel banaal eigenlijk ook. Ja. Ja, Annabeth, heel hartelijk bedankt. Ook hier zeer benieuwd hoe het verder gaat. Groeten aan het samenwerkingsverband en al die partners in Zeeland. En ik wens je een hele fijne dag. Ook zo. Tot ziens. Dag. Tot ziens.